hebt vandaag een wedstrijd gespeeld tegen de Graafschap. Uitslag was 5-5. Was dat een terechte uitslag? Nou, ik had het gevoel dat we wel beter waren. Maar we gaven het uit handen, waardoor we 5-5 spelen. Jullie waren beter, want jullie kwamen voor met 3-0 zelfs. En uiteindelijk werd het zelfs 4-5 voor de Graafschap. Hoe is dat als keeper zijn? Ja, aan de ene kant heel teleurstellend, want je wil gewoon dat je wil zoveel mogelijk ballen pakken. Maar ze kwamen er goed uit soms en daardoor kwamen wij vaak in de problemen en konden zij scoren. Was dat omdat de verdediging niet goed stond of kwam dat ergens anders door? Nee, het begint voorin ook, waardoor als ze daar eruit komen missen we natuurlijk al 3 spelers en dan kunnen zij een overtal creëren. En dan wordt het voor ons moeilijker om de bal uiteindelijk af te pakken. Jullie zijn teruggekomen van 4-5 achterstand naar een 5-5 gelijkspel. Wie maakte dat doelpunt en hoe werd dat doelpunt gemaakt? Nou, ik heb gescoord. we hadden een vrije trap. Ik denk 15 meter voor de middenlijn. Iedereen ging mee naar voren en ik nam de bal. En ik schiet de bal en hij belandt in het 16 meter gebied en hij stuitte over de keeper heen. En toen had ik gescoord. En helemaal niemand raakte die bal aan? Nee, blijkbaar niet. Hoeveelste doelpunt is dit voor jou? Dit is mijn eerste doelpunt hier bij ADO. Hier bij ADO, dus maar heb je al vaker gescoord dan? Ja, bij mijn vorige club. De score is jou niet vreemd? Nee. Nee, ja. ADO heeft scorende keepers, hè? Ja. Ook in het eerst. Is dat jouw voorbeeld een beetje? Ja, hij is heel goed. Ja, ik vind het jammer dat hij weg is. En heeft de trainer nog wat gezegd tegen jou na de wedstrijd? Ja, gefeliciteerd met je mooie goal. Je hebt net een wedstrijd gespeeld tegen de Graafschap. 5-5. Hoe heeft dat 5-5 kunnen worden? Nou, bij de eerste helft denk ik, we begonnen goed. Uiteindelijk 2 doelpunten van de Graafschap, zo ging ook de rust in. Ik denk dat de Graafschap zo lekker de rust is ingegaan. En dat ze dat door hebben gezet. En dat hadden wij moeten voorkomen, maar dat is niet echt goed gelukt. Is de Graafschap misschien scherper uit de kleedkamer gekomen dan dat jullie uit de kleedkamer kwamen? Ja, dat zou heel goed kunnen. En waar ligt het aan, denk jij? Nou, een beetje misschien gemakzucht. Of dat we weten dat we 4-2 voor stonden. Maar we weten wel dat we niet gemakzuchtig mogen zijn. Maar het gebeurt gewoon. En waar komt dat door dan, denk jij? Nou, ik denk, de tegenstander was gewoon scherper, begon gewoon scherper. Ja, en wij wat minder. Jullie hebben voorgestaan natuurlijk met 3-0. Uiteindelijk is het zelfs 4-5 geworden voor de Graafschap. Ga je dan niet verschrikkelijk lopen balen dat je zo'n voorsprong weggeeft? Ja, natuurlijk. Eigenlijk mag je dat nooit laten overkomen. En waar komt dat dan door? Nou, door... Hoe bedoelt u dat we 5... Gingen de mensen niet meer in hun positie lopen? Of gingen mensen wat meer pingelen met een bal? Nou, het eind van de tweede helft zei de trainer ook dat we minder moesten lopen met de bal. Door gemakzucht. We moesten gewoon doorzetten en dat hebben we minder gedaan. Minder gedaan of aan het einde van de tweede helft juist meer gedaan? Nou, aan het einde van de tweede helft juist wel strijdkracht. Heb je nog wat geleerd van deze wedstrijd? Ja, tuurlijk. Dat je nooit zomaar denkt dat je er al bent. En dat je altijd door moet blijven gaan. Goed zo, dankjewel.